Bram hier en vandaag met wel een heel leuk gerecht, namelijk een toetje. Croissantschotel van de barbecue met banaan en chocola en room en croissants. Als dat niet lekker wordt. De croissantschotel. Die maken we natuurlijk met croissants. Dit zijn croissantjes van een dag oud. Die heb ik even uit elkaar geplukt. Daar gaat zo meteen de bananen en de chocola bij. Dat mengen we even door elkaar heen. En dan maken we in deze kom. Maken we even een beslagje. Doen we eieren in. Een beetje suiker. En dat kloppen we op. Gaat nog een beetje, klein beetje zout bij. Uiteindelijk ook room en melk. Een beetje vanille-extract. Dan gaat die croissant gaat in de plancha. Daar gaat weer dat eiermengsel overheen. En dan gaan we een croissantschotel bakken. We hebben hier de croissants. Dan gaan de bananen gaan erbij. Hopsakee. En lekker wat van die chocola. En dat kneed je gewoon met je handen zo. Lekker door elkaar heen. Dat mag, hoeft niet helemaal fijn, hoeft niet één brei te worden. Maar het moet wel even goed gemengd worden. Dan heb je die smaken overal mooi te pakken. En dan gaan we verder met ons eiermengsel. We doen even twee eitjes in de kom. Daar gaan 4 eetlepels suiker bij. We beginnen alvast een beetje te kloppen. Dat het al goed door elkaar zit. En een klein beetje vanille-extract voor een mooi smaakje. De melk mag er een scheutje bij. En een scheutje room. Laatste room erbij. En de laatste melk. Zo. Oké, dan wordt het tijd om de pan voor te gaan te bereiden. We gebruiken hier een plancha en die willen we wel even invetten. Dus we hebben hier een beetje zachte boter. En daarmee gaan we de pan even goed insmeren. Het is toch al niet zo'n heel light gerecht, dus wees niet te zuinig met de boter. Anders ga je het namelijk nooit meer van je plancha afkrijgen. Nou, de plancha is mooi ingevet. Dan gaat de croissantbrei in de plancha. We delen hem even netjes, hè. Want overal een beetje banaan zit, overal een beetje chocola. En daar gaat ons eiermengsel daar weer overheen. En voilà, hij is klaar om op de barbecue gezet te worden. We zetten onze croissantschotel direct op de barbecue. Dat betekent dus ook dat we hieronder de pit aan hebben staan. Die mag best even iets hoger. Barbecue ongeveer op 200 graden. Nu gaan we hem eerst eventjes 10 minuten op het directe vuur houden. Daarna gaan we hem indirect zetten, want anders zou hij verbranden. Maar je wil juist dat hij aan het begin een klein beetje extra power krijgt, zodat je die garing mooi op gang krijgt. De croissantschotel ziet er geweldig uit. Hij is nog een klein beetje zacht, maar dat willen we graag hebben. Een beetje mushy. En we gaan hem van de barbecue halen. Oké, nou, hier de croissantschotel. Het ziet er al geweldig uit. Ja, wat kan er misgaan, hè? Croissants, bananen, room, chocola. Nou, dat moet wel een feestje worden. We gaan eens even kijken hoe die is geworden. Ja, kijk. Chocola is mooi gesmolten. Dit wil je hebben, hoor. Zo. En dan hebben we hier de croissantschotel. Eet smakelijk!